ja, als ik heel eerlijk ben, ik moet gewoon, als ik even denk, oh, dat is interessant. Zo kort als dat gaat het. Het is iets bijzonders. Dat kan gebeuren. Het kan van een foto in een boek zijn, van een expositie wat je ziet kan. Lots of things. Het is zo dat we... Ik praat wel over we, want ik heb een heel mooi team om me heen. Ik doe het allemaal niet alleen, dus we doen het met z'n allen. Maar in principe is het zo dat er zo nu en dan komt er een onderwerp op ons pad. En dat nemen we dan mee en dat leggen we voor aan elkaar. En nou ja, dan gaan we kijken en dan gaan we daar een concept omheen bouwen. Gaan we materiaal verzamelen en aan de hand daarvan uiteraard kleuren. Alles wat je nodig hebt voor een collectie en aan de hand daarvan wordt er geschetst. Ik was onlangs in het Highline Park in New York. Dat is een tuin die is ontworpen door Piet Uithof. Je kunt gegrepen worden door iets. Hè. Op dat moment denk je, wauw, wat fantastisch iets dat dit in het midden van de stad is. En dat ze, hè, van een, want het is een rails is het geweest waar een metro overheen ging. Maar dat hebben ze omgebogen tot een natuurlijk product als het ware. Nou ja, daar word je door gegrepen op zo'n moment. Ja, het is, ja, hoe gebeurt het? Het is in één keer dat je denkt, oh, dat is boeiend.